Mijn functie houdt in het controleren van treinen. In de nachtdienst is het veel te treinen controleren. Waarbij dus ook kleine storingen voorkomen, zoals een verlichting die niet werkt, een verwarming die niet werkt, een rem die niet echt goed functioneert. Het is 6:50. Ik ben hier om 4:30. We krijgen elke dag krijgen we een lijstje. Dus meestal hebben we gewoon controles en soms herstellingen. We moeten controleren op defecten die gevaren kunnen opleveren voor de reizigers. En wat defect is, moeten we vervangen. Dit zekering is defect. Ik ga nieuwe zekering plaatsen. Dus heb ik hier een reservezekering. Omdat je zoveel verschillende treinen hebt, is het gewoon leuk om aan die dingen te sleutelen. Ze zien er anders uit qua interieur, qua installatie. Zo'n trein die werkt natuurlijk op hoogspanning. Nou, daar heb je een stroomopnemer voor nodig. Nou, er zit een slijtagestrip zit erop. Zo'n trein die rijdt natuurlijk heel wat op een dag. Op den duur is het helemaal versleten en er moet zo'n stuks vervangen worden. Je kan het zien als een storing. Kijk, het werkt niet vlekkeloos meer als het versleten is. Dat kunnen wij dan gewoon doen. We hebben het gereedschap ervoor, we hebben een lood ervoor. Ja, het leukste is storing oplossen. Als ik storing heb opgelost, dan voel ik me gewoon goed. Ja, ik heb iets opgelost. Dat komt door mij. Elke dag is anders. En daardoor leer ik heel veel dingen. Het allerleukste van mijn functie, de vrijheid. Ja, je loopt buiten, je zit niet in één hal, je zit niet in een kleine ruimte. Het is gewoon een groot speelplaats, ook een parkeerplaats voor treinen.